In de businessclub van Heracles werden de ontwerpen voor de nieuwe voetbalshirts voor het seizoen 2019 voor thuis- en uitwedstrijden beoordeeld door een select gezelschap. Nou, hier woont de nieuwe uitverkiezing voor een nieuwe thuis- en uitshirt van Heracles. Wie kunnen er kiezen? Nou, dus alle supportersverenigingen zijn hier aanwezig. Heracles zelf, de afdelingen van de commerciële en van de fanshop. De technische staf, bijna alle gelederen, kunnen meekiezen. Hoe gaat dat in zijn werk eigenlijk? Ja, het is gewoon een uitverkiezing van een aantal van de die hier komen. En dan gaat het op een fan-app en dan kan alle toeschouwers kunnen dan meekiezen. Uit hoeveel shirts kunnen ze kiezen? Nou, er zijn er meer dan 100 ingezonden. Dus het is een heel werk om dat te gaan bekijken. Ja, iedereen. Er is een open inzending geweest en die is nu gesloten. En nu gaan we dus kijken welke twee shirts het worden. Twee uitshirts en twee thuisshirts. Een interne commissie die alle stemmen telde. Dus we kunnen punten geven. En die worden bij elkaar opgeteld. En dan het mooiste en beste shirt, die gaat het worden. Wanneer wordt dat bekendgemaakt? Ja, 5 november is de deadline en 6 november wordt het bekendgemaakt. Dus spannend. Zeg, en hoe lang duurt het dan voor zo'n nieuw shirt om het lijf van een speler zit? Nou, dat duurt heel lang. Dat is voordat dat helemaal voor. Daarom is het nu al heel vroeg dat we daarmee bezig zijn om het voor elkaar te krijgen. Dat we straks in mei in het nieuw seizoen, net voor het nieuwe seizoen, dat alles binnen is. Is er al iets bekend over kleuren? Nee, nou ja, goed, ik ben een zwart-wit in hart en nieren. Dus ik ga ervan uit dat er sowieso veel zwart-wit is. Het thuisshirt zal sowieso zwart-wit worden. Nou, het uitshirt moeten we een andere kleur kiezen. Want het was altijd blauw, hè? Het was blauw. Het mag nog steeds blauw, maar ze willen misschien nog een keer wat anders. Dus dat zal blijken uit de stemmen. Nou, heel democratisch allemaal. Ja, dan zijn wij groot in deze club. We zijn een familiaire club die iedereen mag meebeslissen. En het is alleen maar mooi. Hoe gaaf is dat? En iedereen in de club is ook in een goede stemming, hè, na de uitslag van dit weekend? Nou, we gaan wel aardig. We hebben al 19 punten, dus voor mij hebben we thuis alles gewonnen, dus en met spektakel. Dus wat willen we nog meer? Nou, alles, hè? Nou, kampioen worden, ja. Nou goed, dan moeten we nog iets beter ons best doen, nog.